We zijn hier een startsboerderij begonnen. En vandaag hebben we voor het eerst de pleisterplaats open. Wat is dat, een pleisterplaats? Nou, dat is een plek waar mensen op zondagmiddag een kopje koffie en thee kunnen drinken. Of een glaasje fris. Een ijsje kunnen halen en een gebakje kunnen eten. Ik heb een samenwerkingsverbandje opgezet met Els Tolle van Aan Tafels. Dat is iemand die geweldig goed kan koken en ook geweldig goed kan taarten maken. En ook heerlijke ijsjes kan maken. Dat maakt ze allemaal zelf. Allemaal puur natuur. En nou ja, dat doet ze op een geweldige manier. En dat bieden wij hier dus aan bij onze pleisterplaats. We hebben hier een plekje aangelegd achter de schuur voor de varkens. En vanuit deze plek kun je gewoon mooi de varkens bekijken. Dat is een mooie plek voor mensen om even lekker rustig te verpozen. Ja. En zoals je ziet wordt er nu al dankbaar gebruik van gemaakt. Deze pleisterplaats is te vinden in Almelo Noordoost aan de Mooie Vrouwenweg. En nou ja, dat is eigenlijk de oude weg waar vroeger Café de Mooie Vrouw stond. En dat is tegenwoordig dan een fietspad. Nou, en als je daar in fietst, dan kom je hem vanzelf tegen. Nou, is dit onderdeel van jouw bedrijf, zou ik maar zeggen, hè? Ja, ik ben sinds dit voorjaar ben ik stadsboer geworden. Ik heb mij ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel daarvoor. En het onderdeel van het stadsboerderij is dat je relatief weinig produceert agrarische producten. Maar we doen het wel van hoge kwaliteit. En dat er ook een belevingscomponent bij zit. En dat is dan ook iets waar je mee moet verdienen. En die belevingscomponent bestaat uit een aantal onderdelen. En het eerste is dus de pleisterplaats die we dus in de zomer op zondagmiddag open doen. Je kunt ook komen kijken bij het schapenmelken dan op zondagmiddag. En nou ja, verder is de bedoeling om ook nog workshops in de toekomst te gaan doen. Maar in ieder geval om nadrukkelijk zeg maar, ook inwoners van Almelo en omgeving te betrekken bij het bedrijf schapen. We hebben inmiddels 40 lammetjes, melkschapenlammetjes, die brengen we met een flesstroot. En die bedoeling is dat die dit najaar gedekt worden, volgend jaar een lammetje krijgen. En dan gaan we volgend jaar kaas maken daarvan. Dus en ook hier lokaal verkopen, dus hier ook op de pleisterplaats. Dus dat is wat we hebben. Verder hebben we allerlei scharrelvlees, heel mooi natuurlijk vlees. We hebben lakenvelde koeien, we hebben scharrelvarkens en we hebben natuurlijk ook kippen en eenden en ganzen en bijen. Dus we hebben allerlei agrarische producten die we verkopen. Verder hebben we nog een boomgaard. Mensen kunnen inmiddels ook aandeelhouder worden. En dan ben je wat meer betrokken bij het bedrijf. Dan hebben we ook 1 of 2 keer per jaar een leuke happening. En die mogen dan ook fruit plukken in de boomgaard. In juli houden wij een buitendiner. Dat doen we gewoon achter bij ons in de tuin op het gras. En dan zit je lekker in het groen. En dan hebben wij een hele goede kok. Lucas Goldstein van restaurant Eetrijk. En die zorgt voor het eten.